Helemaal welkom weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een kerstshoplog. Er zijn een paar dingen voor. Ja, het is niet echt. Ja, er zijn wel kerstitems, maar het is vooral voor advent. En de kerstborrel. En ja, ik heb wel een paar dingen van het Dirk van den Broek ook die ik al beneden heb laten staan. Het is niet zo handig, maar ja, goed, mij niet uit. Dat heb ik voor de Sinterklaasviering gekocht. De drie dingen die ik nu dus niet boven heb staan. Maar goed, ik heb ook een paar dingen niet kunnen kopen. Zoals bij de... Ik ben niet naar de HEMA geweest, wilde ik wel heel graag heen. Maar ja, tijd was een beetje... Ik had een beetje een deadline en anders was ik te laat voor mijn bus. En ja, weet je, dan... Die heb ik ook hier in mijn eigen woonplaats. Dus dan ga ik volgende week wel een keer, nog een keer daar speciaal voor heen. Alleen bedacht ik me dat ik daar mijn kerstbalhaakjes had willen kopen. Nu heb ik er nog wel een paar. Maar ja, als ik dit weekend mijn kerstboom op wil zetten... En ik volgende week pas naar de HEMA ga. Dan heb ik er niet heel veel meer aan. Maar goed. Tenminste, dan moet ik dus wachten. Daarmee totdat ik kerstbalhaakjes heb. Maar goed, ik heb nu mijn zusje geappt. Die werkt ook bij een soort, zo'n soort winkel. Dus ik hoop dat zij daar wel ook kerstbalhaakjes verkoopt. En dan hoop ik dat ze morgen even voor mij dat verkopen. En anders heb ik, dan moet ik tot volgende week maandag wachten. Maar goed. Laten we beginnen met de Dirk van den Broek. Omdat ze het meest onhandig. Allereerst heb ik voor het wichtelen van mijn broertje voor advent nog een doosje thee gekocht. Dit is een van de lievelingssmaak en deze was 1,39. Die ga ik straks gelijk in een adventzak doen die ik heb. Dan heb ik ook voor hem, oh, en daar heb ik er dus twee van. Ook één voor mezelf. Namelijk om koekjes mee te maken. Eén voor hem, één voor mij. Dus ik ga er ook één voor hem in advent ding doen. En ik ga er zelf ook één bakken. Dan heb ik voor mezelf nog één zo'n extra doosje winterthee gehaald. Want dat gaat er nu best wel hard doorheen. Ook al heb ik ook een Pickwick adventkalender. Dit gaat gewoon nu heel snel. Trouwens, de koopmansmix kost 1,35 per stuk. En de winterglowthee kost 1,72. Dan heb ik voor mijn eigen koekjes versieren deze set gekocht. Want dat vond ik het meest kerstig zelf. Dus ja, deze was wel vrij duur, moet ik zeggen hoor. Deze was 3,99. Dus wel een beetje aan de dure kant. Maar ja, goed. Ook voor een keer in een vlogmas. Maar ja, dan moet je even abonneren. Wil je dat willen zien? Alhoewel, dat zeg ik nu wel heel leuk. Maar ik heb ook nog wat anders wat ik wil maken. Ik weet niet of ik dat in vlogmas wil doen. Of in een losse video. Want ik ga in een vlogmas natuurlijk ook al... Ik weet niet of jullie dat al weten. Maar ik heb, ja, denk het wel. Want heel veel van jullie kijken gewoon heel vaak mijn shoplogs. Maar ik heb natuurlijk nog dat koekhuisje. Die ik misschien in een vlogmas ga doen. Of ik ga daar een losse video van doen. Dat ik dit in een vlogmas ga doen. Dat kan ook. Ik weet het echt nog niet. We zien het wel. Dan heb ik vast voor de kerstborrel deze gekocht. Vraag me niet waarom ik dit specifiek heb gekocht. Maar... Ik dacht, misschien wel handig. Deze waren 1,25, dus die heb ik voor de kerstborrel vast. Dat komt niet in vlogmas, dat komt in de kerstvlog online en in de weekvlog. Want ik ben er volgens mij ook bezig met de weekvlog, want het valt precies op een maandag dat ik de kerstvlog ga doen. Dus het komt in de weekvlog en de kerstvlog en waarschijnlijk ook de What I Eat at Christmas. Dus in drie verschillende video's komt die. Wel leuk, denk ik. Dan heb ik voor mezelf een blikje Dr. Pepper gehaald. Want ik hou heel erg van Dr. Pepper. Dus ja, deze was... Even kijken. Even koekeloeren hoor. Het is helemaal dokter. Maar niet de goede dokter. 77 cent. En er komt natuurlijk ook nog statiegeld bij. Maar very delish. Dan heb ik voor de chocomel special die ik ga maken op mijn aanvraag van mijn zusje kaneel meegenomen. Dit viel me echt heel erg mee. Deze was namelijk, even kijken, 96 cent voor kaneel. Dat is normaal gesproken echt best wel duur. Dus ik ben hier heel blij mee. Want daar kunnen we wel even wat mee doen. En dus denk ik ook wel lekker op je koffie, bedenk ik me nu. Dan heb ik nog een blikje Fernandez blauw. Ik neem meestal de rode of de gele. Ja, tegenwoordig ook wel eens de oranje, maar ik pak deze niet zo vaak. Dus ik denk, neem nu een keer deze. Oh, deze was toevallig ook een aanbieding. Nu voor 49 cent. Dat vind ik wel leuk. Even kijken wat we nog allemaal hebben.
Ik heb ook nog een bus slagroom, dus voor die chocolademelk special. En ik ga natuurlijk ook nog, dat hebben jullie helemaal niet gezien, maar ik heb van mijn zusje voor het wichtelen een chocobom ding gehaald. Met die je zeg maar in warme melk moet doen en die dan ontploft. En dat is slagroom natuurlijk ook wel heel erg lekker. Dan heb ik nog voor mijn broertje voor advent deze set gekocht voor het versieren van zijn koekjes. Ja, ik denk ik kan wel hem ook zo'n hele grote bus geven. Maar ja, ergens houdt het ook een keertje op. Dus deze was even kijken. 1,39 ook. Vind ik ook al vrij duur voor spikkels. En dan volgens mij is dit het laatste. Yes. Deze heb ik voor mijn broertje en deze heb ik voor mijn eigen kerstkoekjes. Ja, ik denk roze is niet echt helemaal kerst. Maar ja, ik moet er ook wel een beetje mijn eigen twist aan geven. Dus, ja, de witte voor hem, de roze voor mij. En ja, goed, prima. Dus die krijgt hij. Dan gaan we eventjes door naar de Zeeman. Daar ben ik ook nog geweest. Daar wilde ik eigenlijk ook wat anders kopen dan ik eigenlijk nu heb meegenomen. Dus kijk, een paar dingen heb ik wel meegenomen die ik moest hebben. Maar zoals dit had ik eigenlijk niet mee hoeven nemen. Want ja, had ik eigenlijk wat anders voor willen kopen. Maar dat was er dus niet. Goed, dit kan, dit is ook altijd wel handig. Maar ik heb dus nu van die fluffy sokken gekocht. Daar had ik eigenlijk ook wel weer een beetje nodig, moet ik heel eerlijk zijn. Maar ook weer niet echt of zo. Snap wat ik bedoel? Oh ja, wat ik dus niet heb laten zien is Taxi. Van de Deer, Cola Zero en sinaasappelsap. Want dat staat dus al beneden. In de koelkast. Dan heb ik dus... We gaan even door naar de Zeeman. Deze gekocht. Ik kreeg een rode en een beetje bruinige. Ja, super leuk, I guess. In hoeverre sokken leuk kunnen zijn. Deze waren 2,99. Dus ja. Dan heb ik ook twee zwarte panties. Heel makkelijk, heel simpel. De feestdagen komen eraan. Ik ga veel jurkjes aan doen. Dus er komen zwarte panties zeker goed van pas. Deze waren 1,99 per stuk. Oh, dat zijn grijze. Nou, maakt niet uit. Het leek op zwart. Laten we het daarop houden. Ik heb ook niet... Oh, één zwart, één grijs. Nou, maakt niet uit. Dan heb ik een grijze en een zwarte. Maar vanaf hier lijkt het allebei wel heel erg op... Ja, je ziet wel een klein beetje kleurverschil. Maar ja, met zo'n lange jurk eroverheen zie je dat toch niet. Dan heb ik nog voor het verpakken van een van mijn broertjes advent... cadeaus, want ik had net een paar tasjes te weinig. Ja, ik heb er dus één reserve meegenomen bij de Action, maar dus kan ik nog kiezen welke ik mooier vind. Deze dus, ik wilde eigenlijk een stoffen tas hebben, maar dan denk ik, ja, is met zo'n plakkertje voor het getal van de dag ook niet heel erg handig. En hij was kleiner dan ik dacht, en dit was op zich wel, ja, deze kan je nog openvouwen, die andere niet. En ze was 99 cent, en dat stoftasje was 2,50. Ja, dan denk ik, voor een cadeautas is dat wel echt veel geld, vind ik zelf dan, hè. En dan hebben we als laatst gewoon witte sneakers gekocht. Ik heb wel zwarte, maar ik heb geen witte. Dus ik denk dat is wel handig. En deze waren ook 2,99. Wel jammer dat ze mijn eigen maat niet meer hadden. 39, 42. Kijk, met fluffy sokken die vallen altijd al wel wat kleiner. Dus het is leuk als het wat groter is. Maar ik denk dat deze net iets te groot zullen zijn. Maar goed, maakt niet uit. Dan gaan we eventjes naar dat van de Bruna. Ik ga er even snel doorheen, jongens. Want ik heb eigenlijk ook weer een deadline voor dit. En mijn opslag is bijna vol. En ik moet nog best wel dingen filmen vandaag. Dus, daar gaan we postzegels. Allereerst heb ik voor de kerstkaarten die ik dit jaar ga versturen 5 postzegels. Ik leg ze gelijk in de la, want anders ga ik die echt serieus kwijtraken. Dus 5, dat kost nu 1,01 euro per postzegel. Te bizar voor woorden. Maar goed, ik heb dus ook een kalender gekocht voor volgend jaar alvast. Ik wilde eigenlijk een kleinere, want ik denk dat deze niet op mijn boekenkast gaat passen. Maar ja. Het is wat het is. Maar goed, deze was 5,99. Prima. Kan ik wel wat meer opschrijven, denk ik. Nou ja, dat is gezichtsbedrog. Goed, die heb ik dus gekocht. En als laatste heb ik voor mijn broertje in advent. Ik wilde eigenlijk twee verschillende, maar tegenwoordig is een cadeaukaart maar vanaf 10 euro in plaats van vanaf 5 euro. Dus ik heb een Amazon cadeaubon voor hem gekocht voor in een advent cadeautje. Ik denk dat ik die voor de laatste dag ga bewaren, aangezien er 10 euro op staat. En met de laatste dag hoop je altijd dat je iets groots krijgt. Dat heb ik ook met mijn eigen advent kalender. Ik hoop altijd dat met de laatste dag dat je dan wat super groots krijgt. Waar je gewoon wat leuks aan hebt, zeg maar. Dus dat waren die. Dan gaan we door naar de Action. Dat is de grootste tas. Die hebben jullie denk ik ook wel op de thumbnail gezien. De meeste zijn... Ja, cadeautjes / voor de kerstborrel. Dit is bijvoorbeeld een cadeautje. En jullie hebben in een andere shoplog van Shein al gezien dat ik twee andere kerstknuffels heb. En er komt er binnenkort nog één.
Ik had eigenlijk gehoopt dat ik die al binnen zou hebben, maar ja, die heb ik dus nog niet. Dus ik heb deze vast. Dit is een beertje met een muts. En ja, ik vond hem heel erg cute. Ik zou hem zelf ook graag willen hebben, dus... Ja, ik ben hier gewoon... Ik zou hier zelf ook heel erg blij van worden. We gaan even gaan opzoeken. Deze was €3,99. Very adorable. Dan heb ik voor hem een bord gekocht. Ik wilde eigenlijk iets anders. Maar ja, goed. Het is wat het is. En daar heb ik dus ook een beker van gekocht. Die gaan jullie zo zien. Even kijken wat deze kostte. Dit doet altijd zo lang, jongens. Ik kan er niks aan doen. Bord, bord, bord. Waarom kan ik jou niet vinden? Ik kan wel de bekers vinden, maar het bord niet. Dit duurt wel echt heel lang. Laten we het er even op houden dat dit 99 cent was. Want ik kan hem echt even niet vinden. Oh ja, wel. Ja, ik heb hem gevonden. 99 cent. Ik zat gewoon niet goed te kijken. Dus die heb ik voor hem voor advent gekocht. Even. Deze heb ik voor de kerstboom gekocht. Ik wilde eigenlijk een andere schaal. Maar ik denk dat het wel op zich wel leuk voor de broodjes. Want ik ga ook allemaal stokbroden kopen en zo. Dan dacht ik, dan is dit wel handig om dat erin te doen. Want ik wil wel natuurlijk in stijl blijven. Kijk, het past niet helemaal in mijn kleurenthema. Maar goed, het maakt niet uit. Het is een kerstschaal. En daar ben ik wel blij mee. Is dat ook... Happy Holidays op met goud. En dat is natuurlijk wel een beetje mijn kleurenthema. Dus dat vind ik al lang helemaal best. Deze was €1,99 volgens mij. Of was dit... Want ik heb nog een schaal. Maar die is echt van steen, zeg maar. Maar die is niet voor mezelf. Die heb ik voor iemand anders gekocht. Ja, ze zijn allebei €1,99. Dus dat is prima. Dan heb ik voor mijn broertje heb ik deze uitgekozen. Een kerstkaart. Hier ga ik gewoon voor dag 23 gewoon wat leuks inzetten. Vind ik gewoon leuk. Dacht ik, ja. Ze waren nu toevallig ook in de week actie voor 54 cent. Dus, en hij is 3D. Dus dat vind ik heel erg leuk. Met de kerstman. Helemaal leuk. Dan wilde ik eigenlijk een chocolade kerstman geven. Maar die kon ik nergens vinden. En dat snap ik. Want het is natuurlijk iedereen gaat nu massaal chocola en koekjes halen. Want ik wilde ook kerstkoekjes hebben. Hadden ze dus niet meer. Dus ik heb nu deze in de vorm van ja een pinguïn dan maar. Ik kon dus eigenlijk een kerstman geven. Maar ja, op zich krijgt hij al zoiets. Dus... Maar deze die ik wilde hebben was iets luxer. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Even koekeloeren. Dit was best wel duur, moet ik zeggen. €1,69, maar ja, goed, maakt niet uit. Mijn moeder zegt, hoezo koop je zoveel cadeaus voor hem? Maar ik denk, ja, hallo, ik vind dat gewoon leuk. Dan heb ik voor de kerstborrel, en ik denk dat niemand dit wat vindt, maar het leek me op zich ook wel weer leuk om er gewoon bij te zetten. Ik wilde eigenlijk ook iets voor de mukbang hebben, dus misschien bewaar ik dit wel voor de mukbang. Want ik ga ook een kerstmukbang opnemen, maar goed, ik ga nog volgende week een keer voor kerstkoekjes, et cetera, echt shoppen. Voor onder andere dus ook de mukbang, maar ook voor de kerstborrel. Dat wilde ik nu al doen, maar ja, ik had iets minder tijd en heel veel winkels hadden het ook gewoon niet meer. Maar goed, deze heb ik dus voor de kerstborrel gehaald. Even kijken. Die mevrouw achter de kast zei van, oh, heb je leuke spullen gekocht? Denk ik, ja. Dat is allemaal niet voor mij. Ik kan hem niet vinden. Alweer niet. Oh, €1,79. Prima. Dan heb ik twee van die setjes met glazen gekocht. Die waren ook in de week actie. Als het goed is heb ik twee verschillende gepakt. Maar er was er eentje met die al open was. Nee, ik heb geen verschillende gekocht. Maar goed, geef niet. Oeh, deze kan ik ook nog voor... Ja, alleen deze. Voor oud en nieuw gebruiken, die andere niet. Maar goed, deze waren dus nu in de week actie. Dat vond ik echt super leuk, want deze wilde ik sowieso hebben. Maar ze zijn dus nu €1,62 per stuk. En daar heb ik dus twee van. Twee dezelfde. Ik had ergens verwacht dat ik twee verschillende heb gepakt. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik twee dezelfde heb gepakt. Want als je me nog volgt. Want dan is het meer matchy, snap je? En dat past ook echt heel erg bij mijn thema. Want ik wilde eigenlijk van die kerstbalglazen hebben. Met zo'n goud rietje aan de bovenkant. Maar omdat het dus... Dus ik heb natuurlijk wit-gouden borden. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik nu deze heb. Maar waar ga ik dit nu even neerleggen zonder dat dat ergens van afvalt? Hier, denk ik maar.
dan heb ik... Oh, ging dat wel goed? Ja, dat ging wel goed. 3 dezelfde zakken snoep gekocht. 1 voor de mukbang, 1 voor mijn broertje en 1 voor de kerstborrel dus. Deze waren, even kijken, 1,19 per zakje. Is op zich nog best te doen, vind ik, voor Haribo snoep. Dan heb ik dus nog 2 cadeautasjes gekocht. Deze en deze. Ik denk dat ik deze als reserve heb bewaren, want mijn broertje is helemaal niet zo van de glitters. Dus misschien dat ik die gewoon voor mijn zusje ga gebruiken. 69 cent is deze. En deze 59 cent. Dat is echt niet duur, bedenk ik me nu. Ik heb er ook maar heel eerlijk gezegd maar ingepakt. Dan heb ik deze gepakt. Ik bedoelde eigenlijk andere kerstservetten. Maar volgens mij heb ik al 1 setje kerstservetten. Dus het is niet een hele grote ramp. Maar ik ga nog, denk ik, 1 setje kopen. Maar dit waren dus eigenlijk volgens dit ding voorjaarsservetten. Maar goed. Even koekeloeren waar die staat. 1,29. Dan heb ik voor mijn vader deze kerstkaart uitgekozen. Want ik ga dus hem natuurlijk iets op papier cadeau geven. Dus nou ja, en mijn moeder heeft nog iets. Maar dan kunnen we dat daar mooi in doen. Deze was ook 54 cent. Dus dat is prima voor mijn kerstkaart. Dan heb ik voor mijn broertje deze kerstschaal gekocht. Ik wilde eigenlijk een grotere hebben. Die had ik eigenlijk vorige keer mee moeten nemen dat ik naar Action ging. Want die hadden ze dus nu niet meer. Dus dat is ook 1,99. Maar je kan hier leukste kerstkoekjes opleggen of wat hij maar wil. Dan heb ik voor mezelf deze kerstbeker gekocht. Deze was nu 72 cent in de weekactie. Heel erg cute. Dan heb ik 2 van deze. Vraag me. Oh, ik heb hem nu al. 2 van deze gekocht voor mijn miniboompjes. Deze waren nu 1,29 als het goed is. Ik dacht dat ze in de aanbieding zouden zijn, maar dat was dus niet zo. Nee, dat was inderdaad niet zo. Ik dacht dus van wel, maar dat waren dus weer andere, maar die zag ik niet meer. Maar ja, 1,29 per stuk. Dan heb ik vast voor de kerstborrel ook. Deze stuk wilde eigenlijk dus chocolade kerstminoten, maar die hadden ze dus niet meer. Goed, dit zag er ook heel lekker uit. Dus ik heb nu deze meegenomen. Even kijken wat deze kostte. Deze waren ook 1,29. Dan heb ik stiften gekocht voor mijn bullet journal. Ik heb nog geen 1 bullet journal pagina ingevuld. Maar dat ga ik binnenkort ook een keer met jullie doen, denk ik. Het zijn gewoon die van Bic, weet je wel. De relatief goede stiften voor een hele goede prijs. Als je de wasmachine op de achtergrond, sorry daarvoor. Maar we zijn druk bezig met de was, zoals je misschien wel hoort. Maar als je niet hoort, ook best. Waarom kan ik dit nou weer niet vinden? Gossie. Deze waren 1,99. Dan heb ik voor mezelf nog voor in een video of voor in een vlogmus. Ik moet maar even, want ik denk dat ik dit voor een video ga doen. Want dit is in principe sneller klaar dan wat ik heb bedacht voor in de vlogmus. Want dan kan ik gewoon in etappes doen wat ik moet schilderen, diamond peten en lampjes in moet doen. En dit is gewoon schilderen en je bent klaar. Dus eigenlijk ook voor kinderen bedoeld, maar ja, kan mij het eigenlijk schelen. Deze was 1,89, dus helemaal niet duur. Voor iets wat je zelf kan DIY'en. Dan heb ik voor mijn broertje nog in advent deo gekocht. Dus die was nu ook in de week actie voor 1,95, dacht ik, als ik het goed had gezien. Maar ja, 1,95, gewoon van Adidas, denk ik, is vast wel lekker. Ik heb eigenlijk niet geroken, maar het zal wel. Weer een keer wat anders dan die Axe die hij altijd heeft. Dan heb ik pas voor oud en nieuw servetten gekocht. Deze waren uit mijn hoofd ook 1,29. Ik zag het net ergens ook op de bon staan, dus het zou moeten kloppen. Dan heb ik voor mijn broertje in een van zijn advent dingen een heel bijzonder drankje, namelijk Sparkling Caramel Fudge Drink Zero Sugar. Ik denk niet dat ik dit lekker vind, maar het zag er bijzonder uit. Dus ik denk ik neem het gewoon mee. Deze was, even kijken, 79 cent. Ja, waar ga ik dit nu laten? Ik zet het wel even daar neer. We zijn er bijna, jongens. Dan heb ik voor hem ook nog in advent een Happy New Year bril. Vond ik gewoon grappig, aangezien ik ook een kerstbril voor hem heb gekocht.
dacht ik, ik koop ook eentje voor Happy, met Happy New Year erop. Deze was 74 cent. Dan heb ik voor hem ook nog, want ik wilde dus eigenlijk een voerbak kopen voor onze puppy. Maar die hadden ze dus niet meer, dus ik koop maar iets anders dan. Dit waren van die kerstfiguren. Er zitten er drie in een zo'n setje. Deze was 1,38, is ook niet super duur. En ik vond dit gewoon het leukst, aangezien er een eland, een kerstboom en een kerstman in zit. Dan heb ik nog voor de kerstborrel, daar wil ik eigenlijk ook iets anders voor hebben. Gewoon normale M&M's in een kleine verpakking, maar die hadden ze niet meer. Dus ja, dan maar deze. En dit vond ik toch ook echt iets bijzonders. Dus deze waren 2,59, nog steeds best wel heel erg duur, maar ja. Dan heb ik twee setjes met batterijen gekocht voor mijn kerstlampjes onder andere. Maar ja, dat leek me gewoon, dat is gewoon altijd handig om te hebben. 1,29 ook per stuk. We blijven wel lekker op de 1,29 tour. Dan heb ik voor mijn broertje, ik wilde eigenlijk een heel setje met candy canes hebben, maar ja, die hadden ze niet meer. Dus dan maar lossen voor 69 cent, eentje erbij. Dan heb ik ook een parfummetje gekocht. Ik heb eigenlijk niet eens geroken wat die lekker ruikt. Maar ja, deze was 99 cent. En ja, is al dat goed denk ik dan maar. Dan heb ik ook nog een shampoo gekocht. Ik wilde eigenlijk een kerstshampoo hebben, maar die hadden ze niet meer. Dus dan maar zoiets. Deze was 1,45. Dan heb ik ook voor de kerstborrel fudge gekocht. Deze was nu ook in de aanbieding. Deze was nu 79 cent. Als het goed is. Of... ja, 79 cent. Dan heb ik voor mezelf memo-blaadjes gekocht voor 89 cent. Vond ik ook wel een keer handig om mee te nemen. Dan heb ik dus voor hem nog zo'n kerstbeker. Om te matchen ook 72 cent. En als laatste heb ik voor mezelf... oh nee, niet als laatste. Grapje. Als ene laatste heb ik lijm. Ik wilde eigenlijk ook lijmstift hebben voor mijn bullet journal. Maar dat koop ik wel een keer ergens anders. Die anders doen nu op dit moment niet. Ik denk dat iedereen deze wil gaan DIY'en. Maar deze was 77 cent. En dan heb ik nog één keer zo'n setje met glitter theelichtjes voor 99 cent. Als het goed is. Maar ik zal nog even checken. Oh jongens, ik kan het weer niet vinden. Ja, 99 cent. Die had ik dus al een keer gekocht. Maar goed, dat was bij deze de shoplog. Ik hoop dat je de shoplog leuk vond. Dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Doei doei!